We gaan er zo direct met z'n allen over praten, over deze eigenlijk twee vraagstellingen, opgaven en ideeën. Maar hier vooralsnog gaan we even kort reageren daarop. En dat wil ik doen met de gedeputeerde. Hij woont in Winsum en is namens de PvdA gedeputeerde van de provincie Groningen. William Moorlach, hij werd al genoemd, dus wil ik even naar voren. En Gert-Jan Swaving en Peter Kunstling. Oh, ja. Ja, ik wil u er graag bij. Of, ik ga meteen u zeggen, want het was zo'n indrukwekkend verhaal. Gert-Jan Swaving erbij. En Mark Secuur van Prima Focus. Ah, oh, dat ben jij. Ja, ja, er is ook een kruk. Wacht even. Kan je hem zelf pakken? Groninger en vertegenwoordiger van de nieuwe generatie. Hij ziet er best jong uit. Verbinder, ontdekker en dwarsdenker. Ik werk als freelance sociaal geograaf aan sociaal-ruimtelijke vraagstuk waarbij de menselijke maat en plekspecifieke oplossingen centraal staan. Wat is dat Prima Focus? Wat doet dat? Natuurlijk met een Prima Focus die ik heb. En dat is eigenlijk wel grappig. Dat is destijds ontstaan toen ik nog fotografeerde. Ik heb een architectuurachtergrond en volksculturele geografie gestudeerd. Dus daar is die naam vandaan gekomen. Dus wat dat betreft de naam. Het gaat meer om wie ik ben, ik welke werk als zelfstandige. En dan is zo'n naam Prima Focus maar een dingetje daarnaast. Ja, Jeroen, kan je anders de microfoon... Ja, die heb ik uit. We kunnen even testen. Gert-Jan, denk ik. Test. Nou, dan delen Gert-Jan en Peter die microfoon. William Moorlach, provincie Groningen. Een eerste reactie, want er werd al meteen eigenlijk veel op... dat was de afspraak, hè? Iedereen tutoyeren? Ja, William. Sorry dat ik hiervoor sta af en toe. Een eerste reactie op deze twee verhalen. Ja, ik heb er niet zo gek veel over te zeggen, want we hebben dat schip hebben van koers weten te verleggen. Wat echt heel fundamenteel en wat heel belangrijk is, is dat, dat deze opgave en dit vraagstuk in het publieke domein wordt getrokken. De minister heeft heel lang de stelling gehuldigd. De NAM veroorzaakt het probleem en de NAM gaat het probleem oplossen via civielrechtelijke weg. En er komt nu een publiek spoor en er ligt hier een complete stads- en dorpsvernieuwingsopgave. En dat is gewoon nodig om de ziel en identiteit van dit gebied te behouden. Er werd al door beide heren gesproken eigenlijk over vertrouwen. Dat vertrouwen moet worden teruggewonnen, want dat is kwijt. Hoe ga je dat doen? Nou, ik ben daar eerlijk gezegd somber over. Want als je kijkt naar perspectieven hier, ik krijg mailtjes van mensen die zeggen, ik heb nu voor de derde keer heb ik schade. En mijn kinderen vragen aan de ontbijttafel, is het hier wel veilig? En ik begin steeds meer te haperen als ik een antwoord geef. En wat is mijn perspectief? Krijg ik nog 3 keer schade? Krijg ik nog 6 keer schade? Krijg ik nog 12 keer schade? En want als die woningen preventief worden versterkt, ja, dat voelt heel comfortabel. En dan denk je, nou, dan zijn ze ook schadevrij. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Ook na preventieve versterkingen zullen woningen nog weer schade oplopen. En er moet echt heel veel waarde in dit gebied worden gepompt. Ik woon zelf in het gebied om mensen hier perspectief te bieden. De spankracht hier in deze samenleving staat enorm onder druk. Dus het is niet alleen een ruimtelijk fysieke opgave, het is ook een enorme sociale opgave. Reactie, Gert-Jan? Ja, voor mij is het lastig om daarop te reageren, want het is mijn bestuurder. Dus de politieke uitspraken zijn voor hem en de feitelijke voor mij, dat is de verdeling. Ja, maar je kan... Ah ja, William is over 2 weken weg. Is de provincie niet veel te laat, Gert-Jan? Wat is te laat? Nou ja, met vertrouwen winnen en... Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het vertrouwen heeft van meet af aan voorop gestaan bij ons. Dat is ook een van de hoofdredenen geweest dat wij in 2013 de commissie Meijer aan het werk hebben gesteld. Want dat ging met name daarom om het vertrouwen terug te winnen, om het samen met de bewoners uit het gebied te doen. Daarom is ook... de dialoogtafel opgericht met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van allerlei geledingen. Vanuit... Waar wil je meer Moorlach ook aan zitten? Ja, absoluut. Daar zitten wij als provincie via onze gedeputeerden ook aan. Dus dat is de reden. Daarom is dat in gang gezet. Dus dat perspectief dat essentieel is, dat hebben wij van begin af aan. Maar we moeten er af en toe wel voor strijden om dat ook goed op de agenda te krijgen en te houden. Ja. Mark, hoe hoorde jij deze verhalen aan? Wat is jouw reactie? Nou, het laatste verhaal werd ik wel blij van, want dat tikte ook een aantal dingen aan waar het volgens mij in de essentie om gaat. Wat ik nog niet heb gehoord, het begrip is
is thuis. Mensen, hè, als je kijkt naar de behoeftehiërarchie van Maslow, er wonen hier mensen in een huis wat geen thuis meer voor hun is. En dat is wel echt een heel groot ding. En je merkt dat... Je bedoelt omdat het niet veilig is. Ja, precies. Waar je je thuis voelt. Echt in de zin van het woord. En zorgt voor ontzettend veel innerlijke onrust. Sommige mensen die uiten dat naar buiten toe. Maar heel veel mensen die hebben er ook heel veel moeite mee om dat te uiten. Daarbovenop heb je dan inderdaad ook nog een stukje vertrouwenskwestie. Mensen, inwoners overkomen hier dingen waar wat ze aan de ene kant soms al aan laten zien komen en waar dan zo'n idee niet goed mee omgegaan wordt. En, een voorbeeld? We hebben dus die aardbeving hier gehad en ik zeg ik kom zelf ook uit dit gebied. Ik woon nu in de stad Groningen, maar kom ik uit het zuidelijke deel van het gaswinningsgebied. Toen is die aardbeving daar geweest, in 3.6 op de schaal van richting Huizingen. Toen is dat op een gegeven moment ook gaan borrelen bij andere mensen. Van kijk, wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen. Hier is echt wat aan de hand. Die grond die we de hele tijd voelen trillen. En dat is iets wat natuurlijk ook van langere termijn al is. Het wantrouwen richting de overheid, om het maar even zo te noemen. Dat bedoelde ik een beetje. Van, er is wel heel laat, zijn eigenlijk de bewoners serieus genomen? Dat gevoel had je ook. Dat idee heb ik ook absoluut inderdaad. En dat is ook iets wat niet alleen met de gaswinning al speelde, tijdens de gaswinning en de problematieken die daaruit voort zijn gekomen, maar ook in een eerder stadium. En dat is juist iets waar ook wel heel wezenlijk rekening mee gehouden moet worden. Een heel stuk naar het oosten van Groningen heb je bijvoorbeeld Winschoten of Finsterwolde. Prachtig gebied, waar ook een prachtig boek over is geschreven door Frank Westerman, de Graanrepubliek. En daar zit dat ook al wel in. Hè? Wantrouwen richting de overheid. En dat zijn allemaal gegevens waar we heel erg goed ons bewust van moeten zijn. Om dat ook als verder startpunt te nemen. Peter Kunsli, jij had het ook meegemaakt in Enschede. Voel je dat dit wantrouwen nog veel diep gewortelder zit dan in Enschede? Ja, ik denk dat het... kijk, er zijn heel veel partijen bij betrokken. Het wantrouwen richt zich niet op alle partijen. Ik denk eigenlijk hier belangrijk is dat het met name de basis is gewoon de gemeente. Dat het binnen die gemeente, als het ware, de mensen in staat gesteld worden met hun gekozen bestuurders, als het ware die dorpen en steden op te bouwen, dat we dat goed faciliteren. En dat daarmee ook dat in Den Haag de inzet, dat gebeurt nu ook, wordt verbreed van ministerie naar EZ naar alle departementen. Dus ook naar infrastructuur, naar water, naar wonen, naar leefomgeving. Wat dat betreft is het ook goed dat deze dag hier is. Dus dat er ook een bredere inzet komt vanuit het Rijk. En die dus ook rechtstreeks met het parlement en het kabinet besproken en besloten kan worden. Want ook na het rapport van de Veiligheidsraad en alle andere dingen begint natuurlijk ook breed in Nederland wel het besef te leven. Dat hier echt snel wat moet gebeuren. Ja, ja. En dat inderdaad in dat publiekrechtelijke spoor geregeld moet worden. Dus dat is nu aan de orde binnen het komende jaar. Ja. Kunnen wij in september, want dat is onze opdracht, de contouren van zo'n meerjarig programma en meerjarige bekostiging schilderen. Zodat wat mij betreft dat dit de begroting 2016 al een rol speelt. En dat is natuurlijk het moeilijke, want het gaat toch vooral om grote financiële kwestie. Ja, dat is zeker moeilijk, omdat op dit moment natuurlijk die kosten van die operatie niet op de rijksbegroting staan en de inkomsten nog onverminderd op 40 miljard staan. En ja, dat zal natuurlijk aan beide sleutels gedraaid moeten worden. En dat wil zeggen inkomsten laag en ook kosten omhoog. En dat is natuurlijk in deze tijd met Europese normen en tekorten geen populaire boodschap. Dus het gaat echt wel over wat. Ja. Maar ik vind, in mijn ogen is het onontkoombaar dat zo gebeurt. Ja, ja, dus iedereen moet eigenlijk, moet heel veel solidariteit zijn. Hè? Ook in het hele maar ook verbreding. Want kijk, ik had er vanmorgen in een van mijn gesprekken een mooi voorbeeld van. Dat ging eigenlijk over een nieuwe tijdelijke school, het bouwen van een nieuwe school. Je kan natuurlijk zeggen, uit hoofde van de verantwoordelijkheid van de NAM is eigenlijk een veilig gebouw toereikend. Maar voor het perspectief is alleen een veilig gebouw niet toereikend. Dan wil je eigenlijk een onderwijsprogramma waar mensen enthousiast worden. Dan wil je ouders meenemen, docenten meenemen in een toekomstrijk perspectief onderwijs. En wil je ook een school die misschien, zoals het altijd geweest is, de icoon is van die dorpen, steden. Dat waren altijd gebouwen waar je graag heen ging, waar je trots op was. Dus de verbreding betekent dat ook hier weer veiligheid en perspectief aan elkaar verbonden moet worden. En dat hoeft dan niet allemaal uit één pot te komen, maar de middelen daartoe moeten er wel zijn. Ja, ja. En zo kan je heel veel voorbeelden in eigenlijk elk veld noemen
waarbij als de missie echt is aardbevingsbestendig en kansrijk, dat er over een veel bredere marsroute met meer middelen en handjes opgetrokken moet worden. William? Ja, kijk, er moet een toekomstvaste herstructurering moeten plaatsvinden. Om aan te sluiten op het voorbeeld van die scholen. Kijk, je kan object voor object kun je dat gaan bekijken. Je kan ook zeggen van ja, dit is een krimpgebied. In de toekomst zullen hier scholen gaan sluiten. Zullen nieuwe scholen moeten komen, brede scholen moeten komen. Maak in één keer een toekomstvaste onderwijsstructuur. Maar als je scholen gaat sluiten, dan heeft dat veel impact in de dorpsgemeenschap. Dus er zal er echt heel goed flankerend beleid zal er moeten zijn. Er zal schoolvervoer moeten komen. Als de podiumfunctie weggaat uit het dorp of dat icoon verdwijnt, dan zal er een nieuwe icoon voor in de plaats moeten komen. Er zit een enorme financieringsvraag zit eraan. Een aantal van die scholen komen voor de vraag te staan, ga je ze nu preventief versterken of ga je ze vroeg afschrijven en vervangen door een nieuwe school. Misschien in het aanpalend dorp. Dat zijn enorm complexe opgaven, zijn dat. Maar het moet wel op die manier worden aangepakt. Het kan niet zo zijn, en dat schip hebben we nu van koers gelegd, dat de NAM of het Centrum voor Veilig Wonen namens de NAM object voor object gaat bepalen wat de toekomst is van het object, maar daarmee ook de toekomst is van wijken, buurten, dorpen en van het hele gebied. Je hebt ook de kans om nu met een visie het eigenlijk alles te verbeteren, wat hij ook over had, ook over die klimaatneutrale huizen. Ja, dat is ook zo'n meekoppelend belang. Schenkt dit gebied iets waar het trots op kan zijn? Met het Groningengas is decennia lang is Nederland verwarmd. Dan mag je de Groningers hier nu niet in de kou laten staan. Nou, en maakt dit gebied gewoon koplopend op het gebied van energietransitie. Maar dat kunnen we allemaal doen. Maar als die veiligheid niet goed wordt geborgd, dan krijg je dat vertrouwen niet terug. En als het perspectief is dat het echt heel veel jaar gaat duren voordat je woning veilig is, dan vind ik dat je mensen niet opgesloten mag houden in onverkoopbare woningen. En er zal er ook een uitkoopregeling zal er moeten komen. Maar als die er komt, ja, dan mag... Wie gaat dat betalen? Ja, dat is vrij simpel. Dat is de veroorzaker is dat. Er is hier echt voor een paar honderd miljard aan gas is hier uit de grond gehaald. En als je ook kijkt naar uitkoopregelingen, als het versterken van woningen meer kost dan de gemiddelde WOZ-waarde, ja, dan kan uitkopen in bepaalde gevallen, kostenefficiënter zijn. Maar, zeg ik daarbij, wij zitten niet te wachten hier op dorpen met gaten in bebouwingslinten. Het kan niet zo zijn dat de mensen met een royale vergoeding het gebied uitgaan, nog even op de klakson van de verhuiswagen drukken, nog vriendelijk zwaaien naar de buren. En dat vervolgens of zo van dat de achterblijvers, dat die met een versnelde bevolkingskrimp zitten. En allemaal onverkoopbare huizen onder. Maar 15% minder inwoners betekent ook 15% minder klanten in de supermarkt. 15% minder leden van de verenigingen. Dus er zal heel veel geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van het gebied. Ondanks dat je hier veiligheidsrisico's hebt. Ja, dan kun je zeggen, ik gebruik vaak de metafoor van de waardebalans. Nou, die waardebalans is verstoord geraakt door het veiligheidsvraagstuk hier. Nou, aan de andere kant van de balans voeg daar waarde toe. En dan kan het gebied toch aantrekkelijk blijven voor mensen die zeggen, oké, het is misschien wat minder veilig. Maar het is toch een gebied met grote kwaliteit. En ik neem dat veiligheidsrisico op de koop toe. Het is een gebied waar ik graag wil wonen. En dat doe jij bijvoorbeeld. Jij bent jong en je bent niet van plan naar het zuiden of het westen af te reizen. Nou, ik ben nu ook aan het. Ik woon hier dus nog in de stad Groningen, maar ik ben wel aan het kijken naar een nieuw huis. Waar? Nou ja, dus niet in het gebied waar overlast hebt van de aardbeving. En daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. Ik heb in Groningen een aantal aardbevingen nu ook meegemaakt. En dan voel je het huis trillen. De eerste keer was het alsof er een dikke vrachtwagen langs reed. Nou, dan kijk je even van, wat gebeurt hier nou? De tweede keer hoorde ik het huis ook echt kraken. Als ik nu ga investeren in een huis wat niet volgens de nieuwste NPR, de nieuwste regeling is gebouwd, dan maak ik me ernstig zorgen om de toekomst. Dus dat ga ik op dit moment echt gewoon niet doen. Ondanks dat ik wel iemand ben die ook, nou ja, dat je ook wel een uitdaging ziet. Precies, inderdaad. Noordoostpolder ooit, dat had me geweldig geleken om daar te gaan wonen. Pionier. Als pionier, inderdaad. Merk je ook met je generatiegenoten dat er wel een groep is die een beetje zo denkt van, we gaan de schouders eronder zetten en we gaan deze regio bloeiend maken? Ja, in de stad wel. Merk ik dat er een aantal mensen die zeggen, goh, kunnen hier mee? En we willen hier wat mee. Maar de mensen die ik ken, die in het gebied zelf wonen, daar valt het eigenlijk, nauwelijks. Daar zitten mensen gewoon heel erg veel te worstelen dus, met hun eigen
met een eigen huis. Wat een probleem is. Ik ken iemand die ook in het aardbevingsgebied woont. Die wil daar nu ook weg, maar die kan het huis niet verkopen. Dat is ook een zelfstandig ondernemer. Die heeft daar het pensioen staan, zeg maar, in het huis. En die heeft voor de rest ook alle taken die ze ernaast doet, vrijwilligerstaken, waar we elkaar van kennen, heeft ze ook opgezegd van jongens, ik trek dat niet meer. Ik moet nu eerst ervoor zorgen dat ik verder kan met het huis, dat ik het huis kan verkopen richting de stad Groningen. En dan kan ik weer verder gaan bouwen aan de toekomst. Dat zie je niet veel. Ja, wacht even. We gaan straks ook aan de tafel over doorpraten. Wie ben jij? Ik ben Annemarieke Aerts. Ik woon toevallig in het Uskert. Ik woon er nu 15 jaar. Ik ben zelfstandig ondernemer. En wat ik heel erg lastig vind in deze, dat is dat ik me heel vaak niet herken in het beeld dat geschetst wordt. Hè. Er zijn inderdaad mensen die zich heel onveilig voelen. Maar ik ken ongelooflijk veel mensen in het gebied voor wie dat nog helemaal niet aan de orde is. En die, zo'n publiekrechtelijke structuur moet opgezet worden, natuurlijk, hè, want anders kan je geen snelheid maken. Maar ik hoor net bijvoorbeeld gezegd worden, ja, maar we hebben de dialoogtafel hebben we inmiddels. Ik kan je vertellen dat de mensen om mij heen, kijk, het is mijn vakgebied, dus ik ken de dialoogtafel, hè, ik volg het ook. Maar de mensen om mij heen, die kennen het helemaal niet, die willen alleen maar weten, wat zit er in voor mij nu? En dat is, weet je, dat is helemaal niet erg. Dat er dus, wat ik heel bijzonder vind, is dat ik constant in allerlei bladen nu een beeld tegenkom alsof iedereen hier in zak en as zit. Ja. En dat idee kreeg ik ook niet waar, hoor. Jij kijkt ook heel vrolijk nog. Ja. Nee, en de situatie is wel ernstig, maar laten we niet doen alsof iedereen hier massaal wil wegtrekken. Want dat is niet het beeld wat ik ken uit mijn omgeving. En ik kan je vertellen, ik ken inmiddels al heel veel mensen hier. En die voelen dat niet zo. Dus volgens mij moeten we daar ook, zeg maar, de ernst van de situatie daar niet aan ophangen. Je vindt het ook bangmakerij dan een beetje, of stennismakerij? Nou, ik zou dat niet bangmakerij willen noemen, maar ik vind het niet volgens de waarheid. Het is maar een half beeld wat er geschetst wordt. Maar zo'n idee van Peter Künzli dat iedere degene die last hebben gewoon direct ook zelf aan de slag kunnen, vind je dat? Ja, moet je. En maar alleen als dat goed geregeld is. Dus als inderdaad die voorwaarden die hij noemt. Weet je, ik hoor nu om mij heen van gestrekt. Maar ik zie ook dat er misbruik gemaakt wordt. Ik bedoel, panden die hartstikke vervallen zijn. Waar als ik er tegenaan blaas, dan vallen ze om. Dan zeggen ze nam? Ja, nee. En dan zegt de nieuwe eigenaar van dat pand, die ook niet achterlijk is en het daarvoor gekocht heeft, ja, ik heb aardbevingsschade. Weet je, dat. En dan denk ik van ja, weet je. Aardbevingsfraude is dat eigenlijk. Ja, precies, dat is aardbevingsfraude. Maar die mensen die wel wat willen, die moeten inderdaad, wat Peter Künzli zegt, die moeten gewoon heel snel geholpen worden. Maar het is dus een optimistisch geluid. Meer. Ja. Ik begrijp je verhaal en dat kom ik ook tegen, maar ik heb in een van, ik geloof dat meneer Künzli het zei. U bent van het woonwerkproject De Leegte, Jani Niemey. Ja. We hebben een plan, dus dat willen we straks gaan vertellen. Maar, wat ben ik maar even van de wijs. Ik wou iets zeggen over, perspectief. Heel veel mensen zijn niet echt heel erg in zak en as. Ze vinden het allemaal vreselijk, willen allemaal weg. Maar dat perspectief wat u noemde, dat is heel belangrijk. Dat mensen kunnen zien dat er ergens op termijn een oplossing komt voor onveiligheid, krimp, leegloop enzovoort. En dat daar plannen voor gemaakt kunnen worden. En heel belangrijk is dat daar mensen in gehoord kunnen worden. Dat het niet inderdaad, wat ook de bedoeling is van het jaar van de ruimte, bottom-up initiatieven. Mensen die van plan zijn om energie en inzet te geven voor een nieuw plan. En dan het gevoel krijgen dat er een perspectief is. Want u ziet er nu nog niet, dat perspectief. Het is vrij ontzettend moeilijk om als burger ergens bij aan te sluiten. Dat is echt een enorm probleem. En je loopt tegen allemaal muren en deuren aan die dicht zijn. En als je niet de goede contacten hebt, dan lukt het je niet. Reactie? Ja, daar is de microfoon. Dan loop ik even naar de. Mark Verkuur wil reageren. Ja, ten eerste, en nog eventjes op mevrouw Aerts. Ik denk, want u zei. Ja, Annemarieke, hoi. Hoi.
De waarheid noem je net even. Dus ik denk dat we er heel voorzichtig voor moeten zijn. Dat er zijn natuurlijk meerdere waarden. Elk individu heeft een eigen waarheid in dit geval. En in deze precaire situatie moeten we ons daar heel erg bewust van zijn. Dus, dat is verschillende mensen, verschillende perspectieven. Wat u zei inderdaad, net is ook al de term versnelling een aantal keren gevallen. Er is nu ook een regeling uitgeschreven dat mensen met een idee, die kunnen 10.000 euro krijgen om een dorp te versterken. Gaat dan ook heel erg over leefbaarheid. Maar tegelijkertijd zie ik noem dat een soort strooigeld. Tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen nog steeds tegen de muren aan blijven lopen. Ik heb afgelopen jaar heb ik een onderzoekje gedaan, een boekje over geschreven naar succesvolle burgerinitiatieven in Groningen. En daaruit blijkt dat heel veel mensen eigenlijk niet zo direct op strooigeld zitten te wachten, maar juist zitten te wachten, of juist behoefte hebben aan een soort, aan iemand die dus inderdaad die drempels wegneemt, die op een bepaalde manier ondersteunt. In de stad Groningen heb je een initiatief bijvoorbeeld, groen initiatieven, daar heb je één iemand die helpt groen initiatieven door er gewoon voor te zorgen dat ze op het moment dat er boomschorsen is of grond ergens is, dat zij dat kunnen krijgen. Dus die levert op zo'n manier bepaalde producten aan. En ik denk dat daar de kracht er veel meer in zit, dat je mensen hebt die inderdaad ondersteund, soort matchmakers kunnen zijn, in plaats van dat je heel makkelijk met strooigeld gaat zitten werken. Dank je, Mark. Ik heb hier nog ongeveer 3 vragen, die kunnen we denk ik beantwoorden. Ja, dank. William? Ja, nou, kort. Heel kort hoor. Over hoe het vraagstuk beleefd wordt, een probleem hier beleefd wordt, daar ben ik het wel mee eens. Heel veel mensen willen hier niet weg. Ik woon zelf in het gebied, ik ben hier met geen 10 paarden, ben ik hier weg te krijgen. Dus geen enkel misverstand erover. Aan de andere kant, ik zit wel met een geweldig bestuurlijk dilemma. En ik vergelijk het wel eens met het Millennium vraagstuk, met die computers. Al die computerprogramma's zijn allemaal doorgevloeid en er is niks gebeurd. En ik maak mij ook wel zorgen, zodat we straks 20 miljard hebben uitgegeven, dat we hier dan een verbunkerde samenleving hebben. En dat je 15 jaar later dat je vaststelt dat die zware aardbeving is uitgebleven. Maar als die zware aardbeving, als die wel komt en je hebt het niet gedaan, ja, dan weten we ook dat de parlementaire enquêtecommissie klaar staat om daar een snoeihard oordeel over te vellen. En dat is gewoon een bijkans onoplosbaar dilemma is dat. Oké, een dilemma. Kan nog over gepraat worden. Jij hebt een vraag. Wie ben je? Mijn naam is Annemarie de Haan. Ik woon ook hier in het gebied. Ook ZZP'er, ingenieur. Ik hoor net weer zeggen dat er eventueel misbruik gemaakt kan gaan worden of wordt gemaakt al, dat een heleboel bewoners niet angst ervaren. Wat ik om me heen zie is dat de meeste mensen wel angst ervaren, maar in dit brouwproces waar mensen eigenlijk al in zitten, omdat hun hele omgeving naar de knoppen zien gaan, in een staat van ontkenning zijn. En dat uitzicht op vele manieren, dat uitzicht tegen mensen die een oplossing voor hun eigen veiligheid zoeken, dat ze daartegen in bezwaar gaan. Dat soort dingen. Ik denk, ik woon zelf in een huis wat door de NAM is betiteld met achterstallig onderhoud. Ik vind het een heel simpele manier om proberen de kosten weer terug te sturen naar de burger. Ik nodig mevrouw Aarts uit om tegen mijn huis aan te komen blazen. Er zijn aardig wat stormen hier geweest. Het blijft allemaal prima staan. Ik denk niet dat dit de discussie moet zijn. Nee. Maar zij wil natuurlijk ook even laten horen van er zijn ook wat optimistische geluiden. Maar jij hoort om je heen van er zijn mensen echt in een rouwproces. Want hoe moet dit nu verder? Ja, ik zie mensen en dat is mijzelf ook overkomen. Ik zit nu 2,5 jaar in dit proces. Je gaat door een heel proces. En het eerste deel daarvan is ontkenning. Je wil niet dat je hele perspectief en je hele veiligheid investering. En je investering. Dus en dat zie ik bij mensen om me heen ook. De scheurtjes worden weer netjes dichtgemaakt. En dan zegt ze, nou zie je, het is nu netjes opgelost. Het moet geen 3 keer gaan gebeuren. Maar ik denk dat dat een valse vorm van doen alsof er niks aan de hand is. Van veiligheid. Oké, dank je. U had toch een vraag? Ja, Arjen van den Burg. Ik heb de Rijksvereniging dienstlang met stadsvernieuwing en Phoenix bezig gehouden. Een beetje een vraag richting meneer Kunstli. Zou het een gedachte zijn om voor de begroting 2016 vast een meerjaarraming te maken met een beetje groot getal? Dat is natuurlijk eerst schrikken, maar daarna wendt iedereen eraan. Als je de gemiddelde woningprijs in Slochteren neemt van 146.000 euro, maal 90.000 woningen, dan kom je op ongeveer 14 miljard uit. Dat is 2 keer de Betuwelijn. Dat moet toch te doen zijn? Punt. Reactie? Ja, nou ja, wij hebben de opdracht om op 1 september te zorgen voor de contouren van het meerjarig programma en de meerjarige bekostiging.
En op dit moment vraag ik eigenlijk aan alle lopende initiatiefnemers op het hele veld, fysiek, sociaal, cultureel, economisch, energietransitie, wat zijn lopende programma's en welk extra zetje in de rug is eigenlijk daar nodig aan handjes en middelen om voor dat perspectief te zorgen. En we zijn natuurlijk met Centrum voor Veilig Wonen in gesprek over wat zij eigenlijk aan prioritering, fasering, ondersteuning nodig hebben om een operatie eigenlijk ook in tempo op te zetten. En ja, daar zit natuurlijk een spreadsheet onder en dan gaan we inderdaad die getallen doorvertalen. En we zijn natuurlijk ook al met de nieuwe normen eigenlijk aan het rekenen met allerlei soorten gebouwen, wat eigenlijk de omvang van de versterking is. En dan zeg ik niks raars dat inderdaad het 1,2 miljard is niet toereikend. Het zal een ander bedrag worden. Zij dat het goede nieuws is, zou je kunnen zeggen, dat ik net aangaf dat dit zo nieuw is met zoveel onzekerheden omgeven, dat er eerst een aantal jaren toch geleerd zal moeten worden. Dus heel veel geld is dan niet het probleem, dat geef je niet in één keer uit. Je zult eerst een goed lopend proces moeten opzetten, leerervaringen moeten opdoen, voordat je naar een behoorlijk productieniveau toe kan. Ja. Dus dat geeft dan misschien de kans om in dit land als het ware die overbrugging te maken tussen zal en zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Laatste vraag hier. Ja, mijn naam is Ries van der Wouden. Ik kom uit het verre westen van dit land, uit Den Haag. Ik werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik ben inmiddels ook als westeling heel erg overtuigd van de urgentie van de aardbevingsopgave. Maar ook al herstel je 90.000 woningen en maak je ze aardbevingbestendig, daarmee is de bevolkingskrimp en de vergrijzing nog niet weg. En voor mijn gevoel, en daar hoor ik dus eigenlijk niemand over spreken, krijg je een vitale regio als je ook bedenkt hoe over, op welke manier over 10 of 20 jaar de mensen hier hun geld gaan verdienen. Want dan kun je dus weer mensen naar de regio toetrekken in plaats van dat ze weggaan. En hoe denken jullie daarover? Is voor deze regio de toekomst van de landbouw zonder de melkquota, zou ik maar zeggen? Of gaan mensen hier ook op een andere manier hun geld verdienen? Goeie vraag. Wie wil daarop reageren? Wil je Morlach? Ja, een paar dingen. Kijk, die bevolkingskrimp, we hebben niet de illusie dat tegen te houden is. We hebben heel veel inspanning moeten doen om deze opgave getransformeerd te krijgen van een schade- en veiligheidsvraagstuk naar ook een leefbaarheids- en een economische opgave. Ik denk dat deze regio uitstekende kansen heeft voor economische ontwikkeling. In Groningen willen we een energie-economie willen we gaan ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld de Eemshaven hier dichtbij, die zich ontwikkelt tot uitvalshaven voor offshore windparken. Ik denk dat de agrarische sector hier een hele goede toekomst tegemoet gaat. Die zal in de toekomst niet alleen voedsel moeten produceren, maar ook groene grondstoffen moeten produceren. Er zal dus, op zijn plat Groningen zegt, per bunder zal er veel meer waarde zal er gecreëerd moeten gaan worden. Intensivering, met minder gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Dus ligt hier echt wel een toekomst voor dit gebied. En dat je een toekomst dat hier wat minder mensen wonen, ach ja, dat is een transitiefase, dat is een overgangsfase. In de 17e eeuw, na de Gouden Eeuw, zijn steden als Delft en Leiden zijn ook in bevolkingsaantal zijn die gehalveerd of zo. Je kan niet echt zeggen dat ze daar nou echt heel akelig door zijn geworden. Een tijd lang wel. Maar er is echt een perspectief voor dit gebied. Het heeft geweldige kwaliteiten. Daar gaan we over doorpraten. Ik wil even u wilde nog kort reageren? Peter, kun je misschien? Ik heb ook in andere krimpgebieden gewerkt. In de Achterhoek, in Midden-Limburg, in Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk dat we gewoon dat ook onder ogen moeten zien. Dat die bevolking krimpt en dat als het ware de woningvoorraad zich er ook moet aanpassen. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Omdat er ook nog een vergrijzing is. Dus die woningbouwprogrammering met een realistische basis zal ook gekoppeld moeten worden aan de drieslag. Kijk, als ik nou naar de leefbaarheidsconvenanten zie, dan zie je de corporaties wel slopen. Dus proberen daar evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod. In het eigen woningbezit gebeurt dat heel weinig. Ik zie in de andere regio's dat eigenlijk door gebrek aan middelen niet die woningvoorraad aangepast kan worden aan die demografische situatie. In Groningen zou die omstandigheid wel bestaan, als je dat op een verstandige manier doet. Dus je moet ook niet gaan investeren in woningen die eigenlijk overtollig zijn of te slecht zijn om nog een toekomst te hebben. En daar hoort natuurlijk een compensatie van eigenaren bij. Nou, het mooie is dat als je dit nou goed koppelt, die opgave aan elkaar, dat je hier misschien ook een voorbeeld krijgt. Oh, en dat is denk ik voor het ministerie van BZK, Leefomgeving, Wonen van Belang, hoe je met krimpgebieden als deze omgaat. Zodat uiteindelijk dat evenwicht er is en als het ware ook die economie op die woningmarkt weer beter functioneert. Goed, genoeg thema's om over door te... Ja, we gaan... Ik moet het nu afsluiten, want we gaan aan... Een hele simpele vraag.
in het hele verhaal, ik vind het een fantastisch verhaal, van de staat. Ik hoor niemand zeggen, we gaan terug naar 12 miljard. Het lijkt wel alsof het gegeven is dat we doorgaan op de huidige manier met gaswinning. Ik wil jullie meegeven dat dat betekent dat er meer compressoren bij alle productielocaties zullen worden gezet. We gaan nu naar de second stage, we gaan naar de third stage. Dat geeft een enorme impact, je gaat enorm veel energie gebruiken. Uiteindelijk net zoveel energie waarschijnlijk als de kolencentrale die nu draait in de Eemshaven. Dus de gaswinning is eindig, hij moet er terug, maar ik hoor niemand daarover dat ook dat een element zou kunnen zijn waardoor je minder hoeft preventief. Ja, een korte reactie, maar dan eigenlijk even op persoonlijke titel die ik me ook maar aanmatig, omdat ik ook een beetje een onafhankelijk lid van het kwartiermakersteam ben. We hebben ook eigenlijk eerste impactanalyses gemaakt van die normen op die gebouwen. En ik denk dat eigenlijk dat zo ingrijpend is, dat er eigenlijk geen andere maatregel op korte termijn mogelijk is, als inderdaad gaswinning ook terugbrengen. Dus en dan is het gewoon de vraag van tot waar kan dat rekening houden met de leveringsverplichtingen aan de Nederlandse huishoudens die niet 1, 2, 3 over kunnen schakelen met de contracten die we hebben. En dat is ook een hele grote discussie. Ik heb het even aangeduid voor de effect op de Rijksbegroting. En dat is dat wel betekent inkomsten laag en die begroting, die meerjarenbegroting van de overheid ziet erop, betekent kosten omhoog op de Rijksbegroting die er nu ook niet in staat. Dus je voelt wel, dit is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkelde, complexe politiek-bestuurlijke discussie, maar wat mij betreft kun je daar niet omheen. Die zal ook gevoerd moeten worden, want ik denk dat het anders ook eigenlijk niet goeddoenlijk is. De leveringszekerheid voor Nederlandse huishoudens is begroot op 10 miljard kuub. Dus we kunnen nog een beetje. Een duidelijk punt. We gaan er nu over doorpraten, want er stond deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Vond ik best wel leuk. En je krijgt meteen taart en van alles. Maar daarvoor moet er wel even gewerkt worden. Dus aan alle tafels gaat nu gepraat worden. Eigenlijk waar we het nu allemaal over gehad hebben. En wat kan het juist voor u betekenen? Je ziet het, alle deelnemers hebben natuurlijk een eigen inbreng. Sommigen zijn wetenschappers, sommigen zijn bewoners. Dus het is ook belangrijk dat u, hoe zeg je...